moet dan de gemeente zeggen, met jouw en mijn geld, hè, want het is allemaal gemeenschapsgeld, zeggen, nee, maar het is zo leuk om zo'n dorpsfeest te hebben, weet je wat, we zetten attracties neer. Gaat niemand op en iedereen heeft het hartstikke gezellig in de tent, maar we geven ons spaarzame gemeenschapsgeld uit een attractie die verder niks oplevert. De kermis. Kijk eens naar deze beelden. Denk je aan kermis, dan denk je aan Tilburg, de grootste kermis van Nederland. Deze beelden stammen uit 1942. 80 jaar later is dit nog steeds de grootste kermis van het land. Maar bij het woord kermis denk je vaak niet aan de kermis in je eigen dorp. Logisch, want het is onomkeerbaar dat de meeste kermissen hier in Horst en de Maas gaan verdwijnen. En dat ligt misschien wel aan u. In dit dorp in Hegelsom stond in juni op de kermis twee attracties. Twee attracties, dat is ontzettend weinig voor het dorp, want een aantal jaar geleden stonden er zo'n 10. En de dorpsraad was het daarom beu. Ze zei tegen de gemeente, van als het zo'n kleine kermis moet georganiseerd worden, dan doen we het zelf wel. Ik denk dat er dorpen zijn waar een fantastische kermis is geweest. En dat er ook dorpen zijn waar als je sec naar de kermis kijkt, je zou moeten constateren dat het echt beter kan. Ja, zeker. Over het algemeen zie je wel dat bij de meeste dorpen de kermis aanleiding is om met z'n allen naar buiten te gaan. Om in een tent bij elkaar te komen, om iets anders rondomheen te organiseren. En ik denk dat het versterkt kan worden, in ieder geval het onderdeel van de attracties. Nou, kijk, wij organiseren feitelijk de kermis. Hè. Op drie kernen na organiseert de gemeente de kermis als zodanig. En dat betekent dat wij moeten zorgen dat we mensen bewogen krijgen om met een attractie naar die ook wat kleinere kernen te gaan staan. En daar wringt een beetje de schoen. Want als je de kermisexploitanten niet meer naar deze dorpen wil komen, dan is er ook geen toekomst voor de kleine kernen. In het verleden had de gemeente dit geregeld door koppelcontracten aan te sluiten. Als je in Horst, als je in Zevenen wil staan, moet je ook minimaal bij 1, 2, 3 meerdere kleine kernen gaan staan. Dat wordt steeds lastiger, mensen worden ook steeds selectiever. En we hebben voor een deel ook die organisatie van die kermis uitbesteed. Dus daar moeten we de komende tijd even goed naar gaan kijken. We zijn op dit moment een belrondje aan het doen langs alle dorpen van hoe is het bevallen afgelopen seizoen. En daar komen we de aanbevelingen hopelijk uit en ik denk dat het deze richting zal gaan. Maar de kleine dorpen zijn niet tevreden over de organisatie van de kermis. Sinds de gemeente de organisatie uitbesteedt aan een ander bedrijf, Bureau de Kermisgids, dat is een bedrijf uit Alphen aan de Rijn, gaat het eigenlijk nog niet zo lekker. En daarom heeft een ander dorp er ook last van, Broekhuizen. Ze hebben hetzelfde probleem als in Hegelsom, want zij hebben ook een kleine kermis en dachten, dan doen we het zelf maar. Ons en het kermisbureau hebben we contact gehouden. Nou, zoals je hier ziet achter op het terrein, dat zie je niet, net niet achter die bierkarusel, maar dat zijn twee attracties vanuit de gemeente. Die heeft het kermisbureau dus geregeld. En de draaimolen hebben we zelf mooi geregeld. We hebben een zandbak waar de kinderen konden schatgraven geregeld. Waterballen hebben we zelf moeten regelen om toch nog een beetje een kermisgevoel te kunnen creëren. Want met die schietkraam en het ballenrolspel, daar haal je het simpelweg gewoon niet mee. In mijn tijd, toen ik nog de leeftijd zeg 12 jaar, ik ben er nu 25. Toen hadden we nog botsauto's, hadden we een grijpkraam, hadden we een kaascel, een rups, een touwtjetrekkraam, een snoepkraam. En nu hebben we twee kraampjes en dat is wel heel hard achteruit gegaan. En we hebben ook vanuit kermisbroeders ook te horen gekregen van dat ze eigenlijk zelf ook niet meer zin zetten dat die kleinere dorpen er kermis hebben, omdat het gewoon niet meer rendabel is, hoe we het zeiden. Dus kreeg je het simpele voorbeeld van, we moeten allemaal onze boodschappen in Horst ook kunnen doen, steeds meer, de kleine dorp. Dus moeten we ook maar met z'n allen naar de grotere dorpen voor de kermis. Dat kregen we als argument te horen. En dat is vanuit de kermisexploitant gezien een best begrijpelijke keuze. Als je verlies maakt in de kleinere dorpen, waarom zou je er dan naartoe gaan? Atze Lubach, voorzitter van de Nationale Bond van Kermisbedrijfshouders, legt de vraag bij de bezorgde inwoner zelf neer. Je kunt elke dorpeling vragen van, moet de kermis in uw dorp behouden blijven? Dan zal iedereen zeggen, ja, tuurlijk. Hè, want dat is de traditie. Hè. Dat is heel fijn, want dat willen we ook heel graag. Maar als je ze specifiek vraagt, maar ga je daar dan ook geld uitgeven op de kermis? Of vier je de kermis in de kroeg? Hè, want ook dat is kermis. Ja, en dan krijg je toch wel hele andere antwoorden. Maar daarnaast verandert de samenleving ook. Er zijn minder banken, er zijn minder scholen. En uiteindelijk resulteert ook uiteindelijk minder kinderen. En dat is, als we dan kijken naar de kermis, is dat ook een logisch gevolg. Want als er minder kinderen naar de kermis gaan, dan hebben de kermisexploitanten minder omzet, minder winst of zelfs verlies. En als je verlies leidt, dan heeft het helemaal geen zin om naar de kermis te komen. Moeten we dan constateren dat de kermis in de kleinere dorpen gaat verdwijnen? Ja, ik kan er heel lang omheen draaien. Ja. Omdat wij onze attracties
even los van de kostenstijgingen die we dit jaar echt voor onze kiezer hebben gehad, maar dat geldt voor iedereen, en ook particulier. Maar we kunnen niet meer voor 40 kinderen in een dorp, en vaak zijn dat nog minder. En als er al geen school meer is, er is geen PIM meer, er is geen supermarkt, alles is al weg. Ja, dan kunnen wij onze draaimolen niet meer voor opbouwen. Wij noemen dat dan ook al, nou ja, misschien wel gekscherend, wij noemen dat al een serviceartikel. Dus we komen nog met een paar grote attracties die wel aan de kassa nog hun omzet kunnen behalen. Maar ja, we moeten er een draaimolen bij plaatsen om die 20 kinderen ook... Absoluut, belangrijk, want kinderen moeten al van jongs af aan natuurlijk met het fenomeen kermis in aanraking komen. Om hun dat ook te bieden. Maar je kunt zelf wel natellen, ja, met 20 kinderen die wellicht 2 rondjes gaan. Ja, daar kan zo'n exploitant zijn omzet niet binnenhalen. Dat is onmogelijk. Burgemeester Ryan Palme begrijpt de houding van de exploitanten wel. Vraag het een exploitant. Vraag gewoon eens hier iemand, joh, zou jij 5 dagen in een klein dorp de kermis willen staan? Vraag het ze maar. Maar het is toch aan de gemeente om daar zoveel mogelijk exploitanten in het dorp te krijgen? Ja, maar ze moeten er ook naartoe willen. Dus het is aan de gemeente om wegen te onderhouden. Maar als er geen aannemer inschrijft op een weg, dan wordt die weg niet aangelegd. Dus wij kunnen wel zeggen, nou, hier heb je 4000 euro, ga je een weekend staan in Heelsom. Maar ik weet niet of dat de meest verstandige manier van geld besteden is. Waarom? Omdat je ziet dat in die dorpen vooral de kermis een aanleiding is om een ander feest te vieren. En dan moet je je afvragen of we dat nog wel overeind willen houden. Ik vind dat ook een realistische vraag. Moet er een attractie, als je ziet dat niemand de attractie opgaat, dat er niets aan te verdienen is, moet dan de gemeente zeggen, met jouw en mijn geld, hè, want het is allemaal gemeenschapsgeld, zeggen, nee, maar het is zo leuk om zo'n dorpsfeest te hebben, weet je wat, we zetten de attracties neer. Gaat niemand op en iedereen heeft het hartstikke gezellig in de tent, maar we geven ons spaarzame gemeenschapsgeld uit een attractie die verder niks oplevert. Dat zou ik ook geen sterk beleid vinden. Een van de kermisexploitanten die in de gemeente Horsenemaas te vinden is, is Toon Paashuis. Ook hij ziet in dat het in de kleine kermissen lastig is. Omdat de kosten van de exploitanten, zeg maar, te hoog zijn, nou, vanaf de opbrengst. Kijk, en dat heeft vooral mee te maken dat vroeger heel veel, zeg maar, werd gezegd van luister, jij mag 2 keer naar Horsenemaas zevenen. Maar dan moet je ook die dorpen maken. En nu, zeg maar, is dat door, ja, die kennis wat daar aan ontbreekt, gebeurt dat niet meer. Dat moet gecompenseerd worden ergens mee. Je kosten zijn iedere week even hoog. Je verzekering en brandstof. En, dus die moeten ook, zeg maar, of dat ik hier sta, of dat ik op een kleinere kern sta. Maar er komen wel minder mensen. Een kermisexploitant die wel alle kleine dorpjes afgaat en in Hegelsom en Broekhuizen stond, is Fred Solier. Dat hij weinig verkoopt, maakt voor hem niet zoveel uit. Ja, op een gegeven moment kom je ergens al zo lang, dan wordt het ook een soort van traditie om ergens weer terug te komen. Dus dan blijf je toch nog volhouden, zeg maar, om erop terug te komen. Dan, dat is nou eenmaal, ik kom al zo lang op die dorpjes. Dus het is eigenlijk een begrip geworden. Maar hoe nu verder? Dat blijft de grote vraag. In Broekhuizen bijvoorbeeld hebben ze met de gebeurtenissen van afgelopen jaar wel een idee in hun achterhoofd hoe het moet. Dat je gewoon een budget krijgt per commissie en dan moet je naar ratio van inwonersaantal kijken. Krijgt de commissie gewoon een bedrag en daarvan kunnen ze dus de kermis zelf regelen. Dan zou je wellicht het kermisbron moeten overslaan, maar je ziet bij onze buren in Broekhuizen Vorst. Zij krijgen helemaal geen bijdrage vanuit de gemeente. Nou, die hebben gewoon een topkermisschap wat betreft voor de kids. Dat doen ze in een crowdfundersactie en dat betalen de dorpelingen gewoon zelf. Dus alles is mogelijk, maar er moet wel over gesproken kunnen worden natuurlijk. Een topkermis in een klein dorp in de gemeente Horsenemaas? Een aantal dorpen regelt de kermis helemaal zelf. Dan zie je dat het toch kan. Heeft dit plan dan toekomst voor de rest van de gemeente? Wij gaan niet zeggen wij organiseren geen kermis meer. Dat is helemaal niet onze insteek. Maar ik denk wel dat we een ander gesprek ook met de dorpsoverleggen en met de kermisorganisatoren, althans de mensen die daar iets omheen organiseren, moeten gaan voeren. Ja. Heeft het nog wel zin om met attracties te komen? Heeft het nog wel zin als dit is wat we kunnen leveren? En dan niet zozeer dat je dat dorpsfeest niet meer kunt hebben, maar moeten we nog wel attracties brengen? Of kunnen we ook een budget geven aan mensen die iets willen organiseren? En zeggen ja, of je het kermis noemt of je er iets anders voor doet, kijk maar. En kijk maar vooral wat past bij de kermisbeleving of bij de beleving van een dorpsfeest in het respectievelijke dorp. En dat zie je dus nu al, hè? Broekhuizen Vorst, Meterik, Kronenberg, ja, die doen het op hun manier. En volgens mij hebben ze daar net zoveel plezier als op plekken waar een kermis door de gemeente georganiseerd wordt. Dus wat mij betreft is het allemaal open. En niet alleen burgemeester Palme ziet dit als een mogelijke oplossing.
Ik weet ook zeker dat een gemeente daar ook aan wil bijdragen vanuit het oogpunt sociale cohesie. Hè? Dus ik noem het maar een potje daarvoor benutten om dingen mogelijk te maken. Maar dan, ja, dan zullen er vrijwilligers, want dat is het vaak, het is vrijwilligerswerk, op moeten staan om te zeggen, ja, maar daar gaan we een jaarmarkt bij organiseren. Of een feesttent, of versierde wagens, een gondelvaart, een paardenmarkt. Of, noem het allemaal maar op wat er in den landen niet georganiseerd wordt. Wij noemen dat vaak een randprogramma, maar dat is dan vaak het folkloristische van zo'n dorp. Daar moet de festiviteit omheen en voor elke leeftijd uiteraard. Het is niet alleen dat er dan alleen een DJ staat voor de jeugd. Een kermis is absoluut echt een familiegebeuren. Dus er moet echt iets omheen georganiseerd worden. Ja, dat doen de exploitanten niet. En dan kijk ik heel snel naar een dorpsraad of dorpsbelangen of hoe het dan ook maar in de regio heet. Van ja jongens, sla de hand in hen heen. Betrek natuurlijk een gemeente erbij die absoluut wanneer er continuïteit in dergelijke festiviteiten zitten, dat wil ondersteunen en mogelijk wil maken. Nou, en dan behoud je ook de kermis voor je dorp. Mits de dorpelingen uiteindelijk natuurlijk het feest ook gaan bezoeken en ook gaan deelnemen. En ook onder de exploitanten speelt deze optie. Wat op die kleinere kernen. Voor wie zet je daar een kermis neer? Voor je bevolking. Dus die moet je dan ook zeg maar dat bieden wat nodig is. Kijk, en weet je wat dit is? Dan kom je op het moment zeg maar, van dat ze dadelijk een bedrag tegen een dorpsraad zeggen van luister, we hebben dit bedrag en dan moeten jullie het zelf maar van regelen. Ik denk dat ze voor die tijd misschien met de exploitanten in gesprek moeten gaan. Maar luister, dit is wat eigenlijk. Wat er gewild wordt. Wat kunnen we daarin bieden tegen een prijs? Maar waar gaat dit heen? Dat blijft de grote vraag. En misschien krijgen we daar binnenkort wel antwoord op. Want de gemeente gaat een gesprek met de kermisexploitanten en de dorpsraden om het afgelopen seizoen te evalueren. Maar één ding is wel zeker. Als dit zo doorgaat, is er in de kortste keren bij de kleine kernen geen kermis meer.